These people be talking, I don't even hear them. I don't. They talk and they talk, but I do not hear shit when I'm near them. I swear to God that I came up. Hey mensen, en super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Keran en het is vandaag hartstikke mooi weertje. Ja, het is echt heerlijk weer. Het is in de schaduw. Ik ga even kijken hoor. Het is in de schaduw. Is het 22 graden en het is nog niet eens middag. In ieder geval, wat aan de hand is, dat zou ik jullie even vertellen. Ik heb gewoon de 80 abonnees. Yes! Mensen, daar wil ik jullie super erg voor bedanken. Echt heel erg bedankt. Duimpje omhoog voor jullie. Echt heel erg bedankt voor jullie support die jullie mij geven. Het is echt ongelooflijk. Ik had dit nooit verwacht. Ik had dan een beetje verwacht, maar binnen 2 maanden 80 abonnees. Nee, dat had ik nooit verwacht. En ik heb ze gewoon. Echt super bedankt. En ik hoop dat het zo door blijft gaan. En dat ik straks ga zeggen dat ik een beroemde YouTuber ben. En dat jullie mijn beginnende kijkers zijn. Maar ja, daar wil ik jullie gewoon super erg voor bedanken. Want 80 abonnees zijn toch 80 mensen. En als je die op een feestje zou uitnodigen, zouden het nog best wel veel mensen zijn. Heel eigenlijk veel. In ieder geval, het is nu bijna 12 uur. Nog 7 minuutjes. En ja, dan is het nieuwjaar. Grapje, prank. Prankel. Dus wat doe. Ja. Oh, er wordt gebeld. Ik ben echt moe. In ieder geval, ja. Ik wil jullie daar gewoon echt super erg voor bedanken. Want het is niet zomaar iets, 80 abonnees. En ook gewoon de mensen die ik gewoon niet ken en die mijn support geven. Echt super bedankt dat jullie mijn kanaal even hebben gecheckt. En zijn geabonneerd. Ben je trouwens nog niet geabonneerd? Abonneer dan even hieronder. Want bij de 100 abonnees komt pas een special online. Kira. Ja. Het is er. In ieder geval, wat ik dus even wil zeggen, is dat het nog steeds echt heerlijk weer is. Echt, het is heerlijk. En mijn moeder en papa, heb jij er ook een beetje mee geholpen? En mijn vader. Mijn vader is trouwens heel erg moe, want die was gisteren of eergisteren, nu al. Nee, gisteren. Was die pas om 5 uur gaan slapen. En toen heeft hij 4 uurtjes geslapen. Toen moest hij naar huis rijden. En toen was hij thuis. Was het ongeveer 2-3 uur. Moesten we gelijk weg naar de verjaardag van mijn oma. Maar in ieder geval, het zwembad staat. Het is een beautiful day. Mensen, deze pet zit echt fantastisch. Maar super bedankt voor het kijken naar deze vlog. Ik heb eigenlijk alleen nog 1 dingetje te vertellen. Oké. Ik tikte dus net in op mijn telefoon scoort met een D. Want het is scoorde. Schrijf je het met een T? Wie heeft dat bedacht? Het is altijd, ja, je moet het woord langer maken. Want dan weet je wat het is. Dus ik denk, nou, ik wist het niet meer zeker. Scoor de met een D. Found. Ik snap helemaal niks meer van de Nederlandse taal. Dit is toch... I can it not! In ieder geval, dus super bedankt voor het kijken. Ik ben hartstikke rustig. Het is nog steeds hartstikke mooi weer. Bedankt voor het kijken en dan zie ik jullie de volgende keer weer. Duimpie. Rio. Hier. En
Dankjewel meneer voor meer. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Dit ruimt. Dikke vette peer. Knolbouw. Ah, juist. Uh-oh.